Marcia van Venrooy uit Eindhoven is de enige Nederlandse deelnemer aan een bijzonder Europees kampioenschap. En dat gaat er eigenlijk niet om haar, maar om haar konijntjes. Kinky en Vampy heten ze. En samen doen ze komend weekend in Duitsland mee aan het EK Konijnhop. Of in het Duits natuurlijk, Kaninhop. Ja, ga maar. In Nederland is het nooit echt aangeslagen. Maar in Scandinavië, waar Konijnhop ooit begon, is het al jarenlang een echte competitie. Ga maar door. Goed. Marcia kwam er toevallig mee in aanraking toen ze op een konijnenshow een demonstratie zag. Ja, daar was hij toen meteen tweede. Dus ja, dat is eigenlijk wel... Ik heb niet al te veel getraind natuurlijk, dus dan vond ik dat een prima prestatie. Ja, je hebt een natuurtalent in handen. Ja, ik noem hem wel eens... Als het een paard zou zijn, dan zou die heel veel geld waard zijn. Maar veel geld is er nog niet te verdienen in deze sport. Sterker nog, het trainingsmateriaal is een staaltje nijvere huisvlijt van de ouders van Marcia. Dus die hebben in de schuren al het hout wat we nog hadden liggen, ja, eigenlijk bij elkaar gezorgd. En wat PVC-buizen toevallig bij ons op stal gevraagd van hebben jullie nog wat over ergens liggen? In de prijzenpot zit straks hooguit een zak konijnenvoer, maar alleen als Kinky en Vampy zich aan de spelregels houden. Die zijn te vergelijken met de ruitersport. Dus als je een balkje eraf gooit, dan krijg je strafpunten. En wie het snelste is met de minste strafpunten, die wint. Maar er is ook wel een klasse op het EK ook dat ze een parcours doen. Zover zijn Kinky en Vampy nog niet, maar de verwachtingen zijn hoog gespannen. Ik denk dat hij, als hij gewoon zijn dingetje doet, dat hij best wel kans maakt.